Goedenavond allemaal en welkom bij de webcast Aan de Slag met Vectorvist, deel 2. De webcast heeft als doel om nieuwe abonnees beter vertrouwd te laten worden met Vectorvist. De webcast bestaat uit 3 delen. Eerder vandaag bespraken we in deel 1 al de tab Welkom, Home en Viewers. Nu bespreken we in deel 2 een aantal andere tabs en straks, in deel 3, volgen er nog andere tabs, namelijk de Unisearch, Backtester en Portfolio. Na de 3 webcasts zullen we ieder tab overlopen hebben. Hou zeker pen en papier bij de hand, zodanig dat u notities kan nemen. De agenda voor deze webcast? Graphs, universiteit, training, timing en views. Ik presenteer een selectie van ieder tabblad waarvan ik vind dat u het zeker moet kennen. Ik zal regelmatig ook switchen tussen USA en Europa. De bedoeling van de webinar is eigenlijk dat ik u de basis van Vectorvist leest. Leer, als u de 3 webinars heeft bekeken, dan kan u echt met Vectorvist werken. A picture is worth 1000 words. Grafieken zijn voor de meeste beleggers zeer belangrijk. We gaan naar het tabblad Graphs. En dan kan u hier bovenaan een ticker ingeven. Bijvoorbeeld, ik zeg nu maar iets, United Health. UNH. Als je dan op enter doet, dan krijg je de grafiek. Maar ik ga toch een tip geven. We gaan vandaag alles van een grafiek bekijken. Maar hier open ik grafieken, maar u ziet het bovenste gedeelte van Vectorvist 7, ja, dat neemt wat plaats in beslag. En u kan dan eigenlijk ook beter een grafiek op een andere manier openen. Hoe? U gaat naar de viewers, stockviewer. Bij Find Symbol geeft u UNH van United Health. U klikt de rechtermuisknop View Stock Graph of u klikt hier op Graph All of Graph Selected. En als hij United Health openen, als u dan hier op dat vierkantje klikt, dan gaat de grafiek openen. En dan zie je, dan heb je eigenlijk een grotere grafiek tegenover wanneer je de grafiek van United Health opent in dit. Vergelijk dit met dit. Dit is toch duidelijk groter. Dus persoonlijk, we gaan nu de tab Graphs bespreken, maar persoonlijk open ik mijn grafieken altijd vanuit de stockviewer, vanuit viewers, want dan zijn mijn grafieken eigenlijk groter. Nu, vooraleer we alle mogelijkheden binnen de graphs overlopen, raad ik u aan om een eigen layout aan te maken en vooral deze te bewaren, zodanig dat u altijd die layout kan gebruiken. Er zijn een aantal layouts die standaard in Vectorvist staan. U ziet hier een layout, dat is de mijne, mijn persoonlijke layout, waarin ik de belangrijkste fundamentele en technische zaken heb toegevoegd. U heeft die natuurlijk niet, maar ik ga u leren hoe dat u zelf zo'n dergelijke layout kan aanmaken. Standaard staat het bij u, vermoed ik, op Vectorvist Simple. Dat is deze layout. Bij Vectorvist Simple, hoe krijgt u dat? U klikt op Graph Layouts en dan ziet u hier Vectorvist Simple. Er zijn een aantal voorgeprogrammeerd en de bedoeling is eigenlijk dat ik u dus uw eigen layout laat maken. Oké, we klikken terug op Graph Layouts, zodanig dat dit verdwijnt. Wat hebben we hier? Wel niet al te veel. Hè? We hebben de koers. In candlesticks, we hebben een stop-loss, we hebben een relative timing, we hebben een EPS en we hebben de value. We gaan een aantal wijzigingen toebrengen vanuit deze grafiek en dan gaan we die bewaren. Hoe doe je dat van naam veranderen? Wel, u klikt op Graph Layout. Vervolgens klikt u op Save, Modify Layout. En dan klikt u op Add a New Layout. Geef het een naam, bijvoorbeeld, zeg maar iets, hè, 2022 Test Webinar. Vervolgens klikt u op OK. U ziet dan hier in het lijstje 2022 Test Webinar. U klikt op Close. Als u dan naar beneden scrolt, wie ziet u daar helemaal onderaan staan? Inderdaad, degene die we net hebben gemaakt, 2022 Test Webinar. Ik klik terug op Graph Layout, zodanig dat dit verdwijnt. En nu gaan we dus zaken toevoegen.
Vergeet nooit nadat je die zaken hebt toegevoegd om de layout te bewaren. Want als je de layout niet bewaart en je sluit Vectorvest 7 af, ja, dan kun je morgen opnieuw beginnen. Goed, bovenaan ziet u de koeks in candlesticks. En die lichtblauwe lijn is hier dus de stoploss. Hieronder ziet u de relative timing. Daaronder ziet u de EPS. En daaronder ziet u de value. We gaan dus nu een aantal zaken toevoegen. Ik ga op het vakje staan hier, waar je alle details van de koeks vindt. Dus we zien de slotkoeks, de openingskoeks, de hoogste koeks en de laagste dagskoeks. Rechtermuisknop en dan klikt u op Change Type. De koeks is dus in candlesticks. U kan dit wijzigen, bijvoorbeeld naar Area. Of Change Type, lijngrafiek. Maar persoonlijk heb ik natuurlijk liever candlesticks. Rechtermuisknop, Change Style. Dit zou ik persoonlijk laten staan, want groene dagen worden weergegeven, enfin, positieve beursdagen die in het groen eindigen, of ik moet het anders zeggen, want het gaat over een individueel aandeel. Als United hoger sluit, zie je dat in het groen. Als het rood sluit, betekent dat, rode kleur, betekent dat het aandeel natuurlijk gedaald is. U kan die kleuren aanpassen, maar goed, dat zou ik nu niet doen. Groen en rood, dat is wel heel duidelijk. Wat kan u ook doen? Moving averages toevoegen. En dat wordt wel heel interessant. U gaat op price staan, rechtermuisknop, add moving average. Stel dat u een 50-daags SMA wenst toe te voegen, dan moet u eerst kiezen. Kies ik de simple, de exponential of de weighted? Ik ga nu de simple nemen. Ik wil 50-daags. Oei. 10, 20, 40 stelt hij voor. We kiezen op 40-daags. Als je het aanvinkt, heb je het 40-daags SMA, maar u wenst dus een 50-daags. Hoe kan je dat veranderen? Wel gewoon hier met die zwarte driehoekjes. Dit is nu het 50-daags. U kan zo doorgaan tot het 200-daags SMA. Stel dat je die paarse lijn maar niks vindt, dan gaat u hierop staan, rechtermuisknop, Change Style, en in de plaats van paars gaan we een witte kiezen. Klik hier op dat paars vakje, je selecteert wit, klikt op oké, klikt nog eens op oké, en u heeft nu een wit 50-daags SMA. Weet dat u niet alleen van de koers een SMA kan nemen. Bijvoorbeeld, de relative timing verschijnt hier onderaan. Dus het korte termijn momentum op een schaal van 2. Ook hier kan u een moving average toevoegen. Rechtermuisknop, add moving average, simple. We kiezen 10, maar we gaan dat veranderen bijvoorbeeld naar het 3-daags. En dan kan je gaan inzoomen. Je zoomt in door bijvoorbeeld hier op 6 maand of 3 maand te klikken. Maar je kan ook zo inzoomen. Stel dat je deze periode wenst, hoe doe je dat? Linkermuisknop ingedrukt houden. En loslaten. Oei, dat was wat vlug. Linkermuisknop ingedrukt houden, naar rechts slepen en dan laat u het los. Zo maak je moving averages toe van RT. Je kan het van EPS doen, je kan het eigenlijk van alles doen. Wat hebben we nog allemaal? Hier zie je Graph Control Panel. Als je daarop klikt, dan gaat uw grafiek breder worden. Klik terug op hier op Graph Control Panel en we hebben terug ons paneel. Bij Graph Layout heb ik dus eigenlijk al gezegd, we zien een aantal voorgebouwde strategieën. Layouts. Maar we zijn dus nu bezig in onze testwebinar. En nu gaan we allerlei zaken toevoegen, want hieronder staat Add Parameter. Klik daarop en dan kan je alle indicatoren die in Vectorvest staan toevoegen op uw grafiek. Bij Capital Appreciation staan er een aantal belangrijke. Bijvoorbeeld Relative Value. U zal zien, onderaan komt Relative Value bij. Ik wil Relative Safety, dus Add Parameter, Capital Appreciation, Relative Safety. Het zal u opvallen, als u iets hebt toegevoegd, dan verschijnt het onderaan, maar dan gaat het hier verdwijnen. Bij Capital Appreciation zien we geen RV meer, geen RT meer, geen RS meer. Ik zie nog wel de VST, dus die ga ik ook nog toevoegen. Wat hebben we nu? RV, RS, VST. Het zou handig zijn als je RT hier tussen RS
een VST kan zitten. Waarom? VST staat voor de V van value, relative value, de S van relative safety en de T van relative timing. Nu, die T staat hier. Hoe krijgen we die naar beneden? Gewoon op klikken, ingedrukt houden, naar beneden slepen en lossen. En wat hebben we nu? RV, RS, RT, VST. Zo voeg je dingen toe en zo kan je zaken van plaats veranderen. Wat kan er nog? Add parameter, capital appreciation, de GRT is de verwachte winstgroei, earning yield, price earnings, GPE, price to sales ratio, sales per share en comfort index. U kan ook allerlei zaken van dividenden toevoegen, het eigenlijke dividend. Voilà. Ze keren nu, de laatste 5 jaar bijvoorbeeld, ziet u dat United Health ieder jaar haar dividend laat stijgen. Maar er zitten nog andere zaken. Er is meer dan het eigenlijke dividend. Wat is de dividend yield? Dus dat is het dividend ten opzichte van de koers in percentage. Dividend safety, de verwachte groei van het dividend en de master dividend indicator, yield safety quote. Price volume, aantal zaken die u kan toevoegen. Volume zal wel zeer belangrijk zijn. Ideaal om bij sterke stijgingen of openstaande gaps bijvoorbeeld te zien. Is dat op earnings of niet? Is dat gebeurd een dalingstijging onder hoge volumes, etc. Wat hebben we nog? Sales en market cap. Bijvoorbeeld het aantal uitstaande aandelen. De effectieve omzet. Heel interessant dat u kan zien. Geef de voorkeur aan bedrijven waarbij de omzet ieder jaar stijgt. Wat hebben we nog bij sales? Marktkapitalisatie en sales growth. Dan bij technische analyse hebben we de 11 belangrijkste technische indicatoren. ADX, Average True Range, Bollinger Bands, DPO Envelopes, MACD Momentum, Unbalanced Volume, RSI, Stochastics en Support and Resistance. Ik voeg nu bijvoorbeeld de MACD toe, etc. U heeft MACD. Wat kunnen we nog toevoegen? We gaan eens kijken. Vectorvest Fields. Dit zijn een aantal zaken die Vectorvest zelf heeft geprogrammeerd. Bijvoorbeeld RT delen door Comfort Index. Of Comfort Index maal Relative Safety. Heel veel leuke zaken. Wat er standaard niet in zit, en dat vind ik een beetje jammer, daarmee dat ik uw aandacht daar toch op wil trekken, dat is Net Profit Margin. Dat vindt u hier terug. Die ziet u zonder Vectorvest Fields. NPM. Voegt u hier toe. De net profit margin van in dit geval United Health. En tot slot hebben we My Custom Fields. Inderdaad, u kan zelf uw eigen indicatoren gaan aanmaken en die op een grafiek gaan importeren. Bijvoorbeeld, er zit in Vectorvest de GPE in, maar als we GPE omkeren, dan krijgen we de pechratio. Ja, ik heb ze nu al per ongeluk geselecteerd, zeker. Hier staat de pechratio, het omgekeerde van GPE. Wat hebben we nog allemaal? Of wat heb ik destijds al aangemaakt? Bijvoorbeeld value gedeeld door de price. Zodanig dat je kan zien wanneer was het aandeel overgewaardeerd, ondergewaardeerd. Kan je eigenlijk op die manier heel makkelijk opzoeken. Wat kan u nog allemaal met de grafieken? Wel, ik begin dan linksbovenaan. End of day. Kan u, dit is een grafiek op 1 jaar, u kan dit bijvoorbeeld kiezen naar 18 maanden. U kan dit veranderen naar 7 jaar. En dan gaat u, als u het op deze manier doet, de end-of-day grafiek hebben. Want u zal zeggen, ja, maar hier kan ik dat toch ook aanpassen. 3 maanden klopt, 6 maanden klopt, 1 jaar klopt. U ziet, dit is altijd end-of-day. Maar als u hier klikt op 5 jaar, dan krijgt u niet de end-of-day grafiek, maar de weekly graph. Wel belangrijk bij moving averages, dat een serieus verschil is op een weekgrafiek of op een daggrafiek. Dus dit is het verschil. Als je hier klikt op 5 en 10 jaar, krijg je de weekly graph. Wil je de end-of-day graph op 5 jaar, moet je het op deze manier doen. Oké. Okay. Mensen met een real-time of intraday abonnement, die kunnen ook op 3 dagen, candle per candle zien, per minuut, per 2 minuten, per 5 minuten, etc.
U kan ook lijnen gaan trekken. Verticale lijnen, bijvoorbeeld. Ah, dit was de low. Ik wil daar een verticale lijn zetten. U kan die lijn andere kleuren geven. U gaat erop staan. Rechtermuisknop. U selecteert het oranje en u verandert het bijvoorbeeld naar lichtblauw. Oké. U heeft hier een lichtblauwe verticale lijn. Hoe verwijdert u die? Rechtermuisknop, delete. Geen verticale lijn, maar horizontale lijn. U klikt ergens en u krijgt automatisch een horizontale lijn die u desgewenst kan verslepen. Rechtermuisknop, delete. Wat interessant kan zijn, is dat u een verticale lijn trekt, van bijvoorbeeld hier heb ik gekocht, en dat u een nota achterlaat. U selecteert dus note, u klikt, en dan kan je hier uw nota typen. Oké. Hoe verwijder je dat? Rechtermuisknop, delete. Eraan opstaan, rechtermuisknop, delete. U kan ook zelf lijnen gaan trekken, freehand line. Bijvoorbeeld dit. U gaat een aantal highs verbinden. Deze high met die high, over deze high. Dat zou u kunnen doen. Ook hier rechtermuisknop, staal om de kleur te veranderen en delete. Dus je ziet heel veel mogelijkheden, ook Fibonacci. En als je er een heel boeltje van hebt gemaakt, clear all drawings en alle lijnen zijn verdwenen. Dan standaard heeft u een crosshair cursor. Dat betekent als u uw muis, die hier van boven staat, naar rechts beweegt, dan gaat u een verticale en horizontale lijn hebben die op die dag, in dit geval 24 september, gaat die de slotkoers van die dag nemen. U kan dat veranderen naar horizontale lijn. En je ziet, ik beweeg mijn muis van boven naar onder, van links naar rechts. Ik heb altijd die horizontale lijn hier. Of een verticale lijn. Eender hoe dat ik beweeg, die volgt mij. U kan ook een dateline nemen. U wilt weten, wat is de low hier? Wel, u klikt in de buurt en dan kan u met uw muis vrij bewegen. U kan dan met die pijltjes onderaan echt naar die low gaan. Voilà. Dit was de low van corona, $187. Ondertussen staan we $508. En dat geeft u ondertussen de mogelijkheid om uw muis vrij te bewegen. Als je niks wilt, klik je gewoon hierop. U ziet, dan is er niks geselecteerd en dan kan u uw muis vrij bewegen. U kan uw grafieken printen. Nu, natuurlijk, dit is een zwarte achtergrond. Dat zal u veel inktpatronen kosten. Wat doet u dan? Kijk goed. We gaan naar Tools, Application Settings en vervolgens kiest u op Graph. Background. Hier ziet u Vectorvest Black. Als u daar op grafiek wit van maakt, nu, ik heb niet zo graag witte grafieken, het is een kwestie van gewoonte. Dus als u daar wit van maakt, u klikt op Apply en oké, dan krijgt u de grafiek in het wit. Handig als u wenst af te printen. Nu, het is allemaal een kwestie van smaak. Ik heb liever zwarte grafieken, maar goed, dat kan voor u anders zijn natuurlijk. Wat hebben we dan nog? Hier links onderaan zie je current. Dat betekent dat de huidige koers is $508. Kijk nu goed. Hè? Als ik op current ga klikken, gaat hier zo dadelijk iets verschijnen. Current, 508. Dat staat in het rood. Waarom? Omdat de laatste handelsdag, vrijdag 29 april, is United Health in het rood geëindigd. Maar ik ga misschien terug naar mijn grafiek, dat is gemakkelijker. Je ziet hier high-low. Wat betekent dat? Nu ziet u op de hoogste koers niets en op de laagste koers niets. Als u op high-low klikt, dan gaat u zien, ah, dit was mijn low en hier heeft het aandeel nog recent een nieuwe all-time high neergezet. Splits. Het aandeel heeft geen split ondergaan. Als het aandeel afgelopen jaren wel is gesplit, dan gaat u dat hier zien. En dat staat er ook altijd bij, is het een gewone split, een reverse split en hoeveel bedraagt de split? Bijvoorbeeld 2-1, 3-1, 4-1, etc. Vraagt zich misschien af, keert het aandeel een dividend uit? Wel, als u daarop klikt, ziet u het. Ik kan u even inzoomen.
De X staat voor dat het aandeel X dividend is gegaan en de P dat betekent dat het aandeel het dividend op uw rekening werd gestort op die datum. Wat hebben we dan nog? Earnings, als u daarop klikt, dan ziet u wanneer heeft het aandeel gerapporteerd. Interessant, als u bijvoorbeeld een gap naar boven ziet. Hier zien we een gap naar boven en dat gebeurt op earnings. Goed. Wat hebben we dan nog? De recommendation, dat is die balk bovenaan. Kijk nu goed, dat is deze balk. Groen met base buy, wit met high hold, rood met S is sell. Dan kan u de grafiek gewoon geven of logaritmisch. En dan kan u ook nog, misschien de grafiek op een jaar zetten, de confirmed calls loslaten. Dat is een confirmed call op, dat is een confirmed call down. U weet, we hebben niet alleen confirmed calls, we hebben ook andere marktsignalen. Ik heb ooit een presentatie gegeven over die marktsignalen. Als u die wenst, mail ons. En dan gaan wij u een pdf-ke doormailen. U kan ons mailen op belgium@vectorvest.com of nederlands@vectorvest.com. Wat hebben we dan nog? Last close, dan krijgen we... Momentje. Hier een horizontale lijn. Dan hebben we de grafiek. Staat in dit geval op 6 maanden. U kan het dus gaan veranderen naar 1 jaar, 3 maanden. Maar u kan ook gaan ze zo opentrekken, de grafiek. Dus gewoon linkermuisknop indrukken en hier op slepen. Ziet u? Wat kan u ook? Hierop klikken. Startdatum, einddatum. Voilà. En dan denk ik, ga eens even spieken, dat ik alles gezegd heb. Ja. Wat moet u onthouden van het tabblad Graphs? Maak uw eigen layout aan en bewaar deze. Ik was het bijna vergeten. We gaan deze layout toch bewaren. Graph layout. Ik ga het nog eens laten zien. Save. U klikt dan op de layout dat u daarnet had aangemaakt. 2022 testwebinar. U klikt op Save Changes. En dan klikt u op OK. En dan ziet u bij Graph layout staat er hier testwebinar. Als u eentje wilt verwijderen, dat kan ook. Save Modify. U klikt op degene dat u wenst te verwijderen en vervolgens klikt u op Delete. Bent u zeker dat u deze wenst te deleten? Ja, ik ga ze ineens allemaal deleten, want ik gebruik natuurlijk enkel mijn eigen layout. En dat is stom. Onthoud ook, als u als laatste layout één kiest, in dit geval mijn eigen layout, wel dan gaat ik, als ik nu Vectorvest afsluit en morgen terug opstart, opent hem automatisch in mijn eigen layout. Hoe heb ik het aangedaan? Aangepakt? Wel, hier koers, value, intrinsieke waarde, dan de eigen indicatoren RV, RS, RT, VST en Comfort Index. De growth, verwachte winstgroei, sales, price earning, net profit margin en marktcap. Vervolgens het 50 en 200 daags SMA, EPS volume, GPE en stop. Aantal technische zaken. MACD RSI, die value slash price vind ik wel een leuke, onbalance volume, EMA's, support resistance en dan alles met betrekking tot dividenden, de PEG ratio, earning yield en dan ook hier earning yield slash dividend yield. Hoe hoger, des te beter. Voilà. Dus dat moet u eigenlijk onthouden. Maak uw eigen layout aan en vergeet deze niet te bewaren. En voor de rest is het voor elk wat wils. Dus u moet zelf wat zien. Hoe dat uw layout aanmaakt. Oké. Alvorens we verder gaan met de volgende tab, en die heet training, wil ik u de universiteit laten zien. We hebben een Engelstalige en een Nederlandstalige versie. Eerst de Engelstalige Vectorvest University. Als u meer info wenst te weten over eender welke functie binnen Vectorvest, dan kan u die hier vinden.
U kan daar naartoe gaan via vectorvest.be, leerbeleggen en dan University EN van English. Als u daarop klikt, gaat u moeten inloggen. Nu, ik heb dat daarnet al gedaan natuurlijk. En dan komt u automatisch op deze pagina terecht. U kan er ook rechtstreeks naar surfen via deze link, university.vectorvest.com. Het kan zijn, dus de eerste keer dat u moet inloggen met uw login en uw paswoord dat u gebruikt om Vectorvest te openen. Dit is dus enkel toegankelijk voor Vectorvest-abonnees. Wat vindt u hier allemaal? Wel, bij Areas of Interest, Growth and Income Options, Swing Trading, Investing 1.1. En ook bij Group Coaching vindt u allerlei zaken. Dit zijn betalende webinars. Maar u vindt ook veel gratis zaken. Bijvoorbeeld bij Resources, de Daily Colleguard Reports. Wat is dat? Dat zijn onze dagelijkse nieuwsbulletins. In het Engels, dus uit Amerika, van een 6 à 8 minuten. U kan ze hier herbekijken. Mocht u zich afvragen wat zei Vectorvest vorige week maandag, 25 april, u kan dat dus allemaal opvragen. Wat hebben we nog? We hebben special presentations. Iedere week geeft Vectorvest een special presentation. En u kan die hier van afgelopen jaar kan u die allemaal opvragen. Het zijn gratis video's. Soms gaat dat over ETF's. Soms gaat dat over bottom fishing. Soms gaat het over dividenden. Zeker naar kijken. Hè. Zeker eens raadplegen en zien. Het kan over goud gaan. Wat uw interesse wekt, kan u dus allemaal gratis opvragen. Bij Resources heb je ook de Navigation Series. Stel dat je er niet genoeg van krijgt en je wilt echt alles kennen, want ik geef u nu 3 webinars aan de slag met Vectorvest deel 1, deel 2, deel 3. Dan heeft je de basis, dan kent je de basis, maar als je nog echt veel meer in detail alles wenst te kennen, ga dan eens kijken naar dit, Navigation Series. Dat is wel in het Engels, door mijn goede collega Glenn Tompkins in de US. En hij gaat bijvoorbeeld 2 webinars volledig aan grafieken besteden. Ik heb het in 20, 25 minuten gedaan. Wat hebben we dan nog? Dan hebben we hier een link naar de Nederlandstalige Vectorvest Universiteit. En dan hier hebben we ook nog course catalogs. Dat zijn eigenlijk ook allemaal cursussen die u eigenlijk kan opvragen. Oké. Voilà. We hebben dan ook de Nederlandstalige Universiteit. Hoe gaat u daar naartoe? Leer beleggen. Klik gewoon op universiteit. En dat is mijn eigen universiteit. Wat gaan u daarin terugvinden? We hebben van die subtitels. Aan de slag met Vectorvest. Wel, daar bent u nu naar aan het kijken. Die ga ik dus uploaden. Met Vectorvest Journaal. Dan vindt u al mijn journaals terug van de afgelopen jaren. En u heeft hier een heel korte samenvatting van bijvoorbeeld favoriete aandelen van analisten. Updates over Accenture, Mastercard, PayPal, kwartaalresultaten, Nike heb ik in januari gedaan. Dus u kan zo gemakkelijk gaan kijken wat heb ik bijvoorbeeld vorig jaar in mei gepresenteerd. Dus ja, toch zeker interessant en je kunt zo echt ettelijke jaren teruggaan. Wat heeft u nog? Niet alleen de journaals, maar ook Vectorvest Q&A. Dat was van Danny. Nu, Danny is niet meer actief bij Vectorvest, dus dat zijn eigenlijk webinars uit het verleden. En dan nog ter zake met Tom, dat is dus met mezelf. Dat zijn Q&A's met mezelf. Dus u stelt vragen en ik behandel ze. En al die webinars worden ook geüpload. Als je nu naar het startscherm gaat, dan krijg je ineens alles door elkaar. Dus hier, vraag maar raak, van 20 maart, journaal, de online workshop van februari, de Vectorvest workshop competitie, online workshop van december, van november. Dus je ziet een gigantische database, enkel Engelstalige webinars. Wat moet u onthouden van de universiteit? Wel, weet dat er een Engelstalige, een Amerikaanse universiteit is en een Nederlandstalige. De Amerikaanse, daar surf je naar door te gaan naar University
www.vectorvist.com. En voor de Nederlandstaligen kan u gaan naar www.vectorvist.be/universiteit. Goed, dan gaan we naar de volgende tab en dat is de tab Training. Als u met een vraag zit, dan is de kans groot dat u hier het antwoord gaat vinden. Een aanrader, de Successful Investing Quick Start Course. De naam zegt het zelf al, een introductie en 5 lessen, in totaal 1 uur en 1 kwartier, waarbij u nuttige informatie krijgt van de collega's uit de US. Hier heeft u een link naar de Amerikaanse Engelstalige Universiteit. We hebben hier ook Navigation Training Series. Klik daarop, uw browser gaat openen en dat is hetgeen ik daarnet ook liet zien. Dat kan u ook via de Engelstalige Universiteit opvragen. Per tabblad een uitgebreide webinar. De Getting Started Coaching. Ook hier een webinar die u kan opvragen voor nieuwe abonnees. Contact us, dan gaat u alle contactgegevens hebben. En dan ziet u vanuit België is er een gratis nummer en ook vanuit Nederland. Het callcenter is iedere dag open vanaf 13 uur, onze tijd, tot 5 uur 's morgens, onze tijd, en dat van maandag tot vrijdag. En op zaterdag is het open van 3 uur 's namiddags tot 11 uur 's avonds. Wat hebben we hier nog in de tab Training? Een helpfile. Een pdf'ke van 225 pagina's. Verder ook de Vectorvist 7 Quick Reference Guide. Nu goed, dat is in het Engels. Ik heb u daarnet in deel 1 geleerd hoe u de Nederlandstalige versie kan opvragen. Improvement Request. Als u daarop klikt, ook dan gaat uw browser openen. Stel dat u bepaalde zaken wenst te veranderen in Vectorvist, wel, u kan uw gedacht hier achterlaten. Ik zou zeggen, doe het wel in het Engels, want inderdaad, het is van Vectorvist USA. How can we improve Vectorvist 7? Dus u moet u kan uw zaken toevoegen, of u kan stemmen, of u kan reageren op andere zaken. Wat hebben we nog? ProTrader Quick Start Guide. ProTrader, dat ga ik straks uitleggen in deel 3. Dat is eigenlijk technische analyse via de Unisearch. Wel, hier heeft u een pdf voor ProTrader. Heel beknopt over moving averages via de Unisearch, etcetera. Wat hebben we nog? De Derby, dat is eigenlijk voor dagtraders, dat is een add-on module. Ook hier heeft u een Quick Start Guide. Zeker eens aan te raden. Misschien voordat je er eerst eens lezen en dat je denkt, is interessant, zou je het eventueel een maand kunnen uitproberen. En tot slot bij new features. Dan ziet u echt alles wat nieuw is in Vectorvist. Soms krijg je de vraag van, doe een nieuwe update. Er is een nieuwe update beschikbaar, gelieve dat te installeren. En dan kan u dat doen. Wat moet u onthouden van de TAP Training? De Successful Investing Quick Start Course, de Navigation Training Series en de Getting Started Coaching. Voor de rest zijn er allerlei helpfiles, Quick Start Guides, etc. Dan gaan we naar de volgende tab. U gaat zien, het gaat nu eigenlijk wel heel snel gaan. Dat is de tab Timing. En ik kan hier eigenlijk vrij kort zijn. De Color Guard, wel, die hebben we daarnet al gezien in deel 1. En de Color Guard heb ik uitgebreid besproken ook in deel 1. Ja, de Color Guard vindt u dus op de homepagina. Verder, in de tab Timing, zien we hier Market Timing Graph. Dat is gewoon onze eigen index, de Vectorvist Composite, met de MTI, de buy-to-sell ratio en de relative timing, ook zaken die ik in deel 1 uitgebreid heb toegelicht. Wat hebben we nog? Wel, we hebben hier de Vectorvist Views. Nu, dat is een tab die ik binnen 5 minuutjes ga uitleggen, dus daar ga ik nu ook niet op klikken. Wat is er dan toch wel belangrijk? Hier is het modelportfolio actionplan. We hebben een aantal modelportfolio's in Vectorvist USA die voorgeprogrammeerd zijn. Er zijn er 5. Nu, ik heb in Europa ook 4 modelportfolio's. Dus als u naar Vectorvist Europa gaat, u klikt op portfolio, dan zal u zien dat er 4 modelportfolio's zijn. In Vectorvist
7 USA. Via timing kan u klikken op modelportfolio action plan en dan krijgt u dit. Choose from one of our proven trading systems. U ziet hier modelportfolio 1 tot 5. De meeste modelportfolio's die gaan zowel long als short. Nu, als u enkel long wenst te gaan, dan hoeft u dus niet short te gaan. U kan ze dus eigenlijk perfect volgen. Stel, we krijgen een upsignaal, u blijft long. Zolang het aandeel niet door de stop los gaat, blijft u dus long. U hoeft dus geen short posities te openen. Als u dat wel wenst te shorten, wel, dan kan u de modelportfolio's echt 100% volgen. Nu, modelportfolio 2 bijvoorbeeld, in US, die gaat enkel long. U vraagt zich misschien af, oké, wat hebben die modelportfolio's opgeleverd? We gaan eens kijken. Modelportfolio, vectorvest portfolio's, dan ziet u hier, modelportfolio 1 staat op 278% winst sinds 2012. Modelportfolio 2 die gaat enkel long. En dan zie je toch wel een heel mooie grafiek. Sinds 2012 259%. Echt wel een schitterende grafiek. Modelportfolio 3 die gaat sinds 2014, dus die is 2 jaar later opgestart, 325%. En zo kan je ze eigenlijk allemaal afgaan. Nu, als je de exacte instellingen van die portefeuilles wenst te kennen, klik hier op modelportfolio Action Plan en klik vervolgens hier. Klik hier voor information on our trading systems. PDF gaat openen met ganse uitleg over deze 5 modelportfolio's. Wat vindt u allemaal in deze PDF? Wel, op pagina 3 staat wanneer kopen. Op pagina 4 staat wat u moet kopen. En op pagina 5 staat wanneer wordt er verkocht. Pagina 6 staat uitgelegd wat de Genius doet. Nu in deel 3 van de webinar Aan de slag met Vectorvest bespreek ik straks uitgebreid het tabblad portfolio en dan komt ook de Genius aan bod. Op pagina 7 en 8 staan de Frequently Asked Questions. En dan vanaf pagina 11 vindt u per modelportfolio alle instellingen. Dus u zal bijvoorbeeld zien, modelportfolio 2 gaat enkel long. In een down-signaal gebeurt er niets. Die gaat enkel long met deze search en deze stop-loss. Oké. Wat u ook zeker kan doen als u die modelportfolio's wenst te volgen, dat is het volgende. Ik zit terug in het tabblad Timing. We hebben hier de PDF bekeken. Trouwens, die PDF kan u openen. U kan hem printen en u kan hem downloaden. Dat was ik nog vergeten te zeggen. U ziet hier dan in het tabblad Timing modelportfolio's overview video. Klik hier to watch the video. Dat is nog een bijkomende video over de modelportfolio's. En dan heeft u hier ook nog links naar de dagelijkse nieuwsbulletins uit de US en de wekelijkse presentaties ook uit de US. Wat moet u onthouden van het tabblad Timing? Wel, vooral dit. Hè. Het gaat over modelportfolio's. Download de PDF, print hem af als u interesse heeft. En bekijk ook de video. En vergeet ook niet dat we in Europa 4 modelportfolio's hebben. De eerste is eigenlijk een portfolio waarbij we op zoek gaan naar aandelen waarbij de value uitbreekt. Een tweede is een dividendportfolio. Een derde is puur momentum. We gaan relative timing en comfort index vermenigvuldigen en we passen dat toe op ganse database. We zetten daar een vrij strakke stop los op, een trailing van 15%. Wat toch een mooi rendement. Persoonlijk ben ik een beetje fan van modelportfolio 4. Hij haalt ook het beste rendement. Waarbij we heel de database sorteren op RS, maal RS, maal comfort index. Dus fundamentele analyse heel sterk, belangrijk. Technische analyse op lange termijn. Ik doe RS maal RS, omdat ik iets meer nadruk wil leggen. Iets meer kracht geven aan de RS. En dan gaan we aandelen met een verwachte winstgroei van minstens 6%, hoger dan 5%.
Dus het kan ook heel interessant zijn om die Europese modelportfolio's eens te bekijken. En dan de laatste tab voor vandaag, voor deze webinar toch, dat is de tab Views. Ik ga direct eens kijken. De tab Views. Momentje. Oké, de tab Views, dat is onze dagelijkse nieuwsbrief. Vectorvest geeft hier uitleg over de markten in het algemeen, de strategieën die bijvoorbeeld gisteren en afgelopen week het best hebben gepresteerd en het marktklimaat. Heel belangrijk, in het weekend krijg je een uitgebreide views. Dus als u zou klikken op een weekdag, dan gaat u dus eigenlijk veel minder, u ziet dat hier, veel minder informatie krijgen dan wanneer u dit op een vrijdag doet. Kijk nu naar het verschil. Voilà. Veel meer informatie in het weekend. Ik ga even eerst in Europa beginnen bij de views. Waarom? Bij de views zien we eerst contactinformatie, telefoonnummer, mailadres. Maar als u dan naar beneden scrolt, ziet u de webinars in Europa en de workshops. Gisteren was er een workshop in Eindhoven. Dinsdag 3 mei in Kortrijk, 5 mei in Lummen. Dan zijn er ook al een aantal van in mei en juni die erop staan, maar nog niet allemaal. Want we hebben vanaf midden mei nog workshops op 8 locaties. U bent nu aan het kijken aan de slag met Vectorvest deel 2. Straks volgt nog deel 3. Een aantal webinars in de US. En dan volgende week zondag mijn online workshop. Als u niet, deze week niet naar Lummen of Kortrijk raakt, dan kan u de workshop nog volgen. Zondag om 9:30 morgens. Als u hier registreert, dan krijgt u achteraf de link, kan u de workshop bekijken op een tijdstip dat u best uitkomt. Dus dat is eigenlijk bovenaan de webcast schedule. Daarom dat ik even naar Europa ging, omdat hier zien we natuurlijk de workshops in Europa. Ik ga nu terug naar de US. De market in review, dat is een woordje uitleg over afgelopen week, over een essay geschreven door collega Angela. Wat hebben we hier nog allemaal? Ik ga even naar het drop-down menu. Bij valuation leren we dat de markt over- of ondergewaardeerd is. Bij climate zegt u ja, in welk scenario dat we zitten. Vectorvest stelt dat drie zaken de markten bepalen. Earnings, inflatie en rentevoeten. Earnings zijn voor de S&P 500 bedrijven nog steeds stijgende, dus dat is positief. Maar inflatie is stijgende, rentevoeten zijn stijgende. Dat is nefast voor aandelenmarkten. Ik klik nu even op strategy. Dan zien we welke searches. Straks in deel 3 beginnen we met de Unisearch. Dat is onze zoekmachine met honderden searches. Wel, hier zien we welke searches hebben afgelopen vrijdag, afgelopen week, het best gepresteerd. Bijvoorbeeld, afgelopen vrijdag, het zal u niet verbazen, allemaal bearish searches. Afgelopen week ook. Afgelopen vrijdag, de worst performers, meer dan $10. Die top 10, ja, 8,9% winst. Dat betekent dat die aandelen toen zo zijn gedaald. Wij zetten er short op. Dus dat is positief. Dat geeft ons deze winst. Wat hebben we hier nog? Uitleg, woordje uitleg over de modelportfolio's en een woordje uitleg over de strategy of the week. In het drop-down menu zien we dan ook stocks en products. Bij stocks, dat betekent bijvoorbeeld, wat is het hoogste VST-aandeel? Wat is het aandeel met de hoogste RT, de hoogste RS, etc. etc. Dat is eigenlijk voor views. Dan heb je hier ook nog de essay viewer. Hier kan je eigenlijk heel makkelijk terug essays vinden die in het verleden werden geschreven. En u zal zien dat u wel heel ver terug kan gaan in de tijd. Okay. Daaronder de strategy of the week. Een overzicht van alle special presentations en strategies of the week. Hij blijft een beetje hangen. Ah, okay. Dus u ziet dat u hier wel heel ver terug de tijd in kan gaan. Okay. Dan hebben we de Market Call Viewer.
Wat is dat? Dat is een overzicht van al onze confirmed calls up en down. Maar niet alleen dat. Dus ook vanaf 1996 tot vandaag. Als u wenst te weten hoe hebben die in het verleden gewerkt. Maar u kan ook al onze andere marktsignalen opvragen. En dan hebben we de special reports. Allemaal rapporten van onderdelen van VectorVest. Wat ik toch aanraad, CollarGuard is een belangrijke. Amazing Midas Touch, dat is die high momentum aandelen. Allerlei zaken om te shorten met opties, how to protect profits, bottom fishing. Dus allerlei zaken ja, die u kan opvragen. Over de Derby, de Watchdog, etc. Dus je ziet heel, heel veel nuttige informatie in de views. De views, dat is dus onze dagelijkse nieuwsbrief. Onthoud dat u op vrijdag altijd een uitgebreide nieuwsbrief krijgt. En wat vindt u ook terug uit het verleden? De Strategy of the Week, de Market Calls Viewer en de Special Reports. De personen die op dit ogenblik live aan het kijken zijn, wel weet dat u zo dadelijk om 9 uur deel 3 van Aan de Slag met VectorVest kan bekijken. In die webinar zullen we uitgebreid de tabs Unisearch, Backtester en Portfolio bespreken. Vergeet ook niet onze workshops te bezoeken. U komt er in contact met andere VectorVest-abonnees. U kan met hen ervaring uitwisselen. Vraag altijd naar hun ervaring, wat zij eigenlijk echt van VectorVest vinden. Na de workshops is er immers altijd mogelijkheid om nog bij te praten bij een gratis glasje drank, want inderdaad, zowel toegang, parking als drank is gratis. Registratie is wel verplicht. Voilà, dat was het. Ik wil u heel graag bedanken voor uw aandacht. Ik hoop u zo dadelijk terug te mogen verwelkomen voor deel 3 van Aan de Slag met VectorVest. Heel graag, tot zometeen.